De afdeling identiteit waar de gemeenschap terecht kan voor het maken van een ID-kaart en de afdeling die de leiding heeft voor het maken van paspoorten zijn wederom opengesteld voor het publiek. De afgelopen dagen waren de loketten van deze afdelingen van het Centraal Bureau voor Burgerszaken CBB aan de Jagannath Lajmanstraat gesloten. John Sahari, directeur van het CBB, vertelt wat de reden daartoe is geweest. Niet zozeer een tekort, maar omdat wij beperkte middelen ter beschikking krijgen, kunnen we ook eigenlijk een beperkt aantal materiaal kopen. De dagelijkse toeloop van cliënten op de afdeling ID en ook op paspoort, die varieert. Want je hebt soms dagen waar er zoveel klanten eigenlijk komen om ID-kaart te maken en andere dagen waar er misschien minder klanten komen. Ja, maar gemiddeld komen er zeker 250 klanten per dag om ID-kaart te maken. Niet altijd hebben we even aantal ID-materiaal als er klanten die aanwezig zijn. Snap je? Waardoor je een situatie kan krijgen dat we op een bepaald moment door onze voorraad heen zijn. En dus dat de overige aanwezige klanten niet aan hun trekken kunnen komen om ID-kaart te maken. Zo. Maar ik moet wel zeggen van dat we wel dagelijks open zijn en de mensen diensten verlenen. De directeur vertelt ook wat de procedure is bij deze twee afdelingen in zaken de afhandelingstijd van het aanvragen van deze bescheidens. Ja, bij ID-kaart is het eigenlijk dezelfde dag. Ja, zolang al je gegevens correct zijn en zo, is het dezelfde dag krijg je je ID-kaart. Maar natuurlijk, de drukte gaat ook een rol spelen. Je berekent eigenlijk vanaf het moment dat je daar eigenlijk aanwezig bent. Maar dezelfde dag word je geholpen. Dus voor wat betreft ID-kaart is de dienstverlening niet zozeer een probleem. Ja, het is efficiënt. We hebben onze machines ook verbeterd. Het is digitaal nu. En je tekent ook digitaal. Hè? Dus alles is gemoderniseerd. En voor wat betreft paspoorten, je weet dat we uitgaan van een minimale wachtperiode van 2 weken. Maar je weet, de aanvragen van paspoorten geschiet decentraal, waarbij je bijvoorbeeld bij de districten een stukje langer gaat duren. In andere gevallen, bijvoorbeeld spoed en zo, het kan dezelfde dag zijn of 2 dagen. In die gevallen handelen we het meteen af. Ja, als er grondige reden aanwezig zijn. Maar meestal is het eigenlijk binnen een maand. Alus John Sahari, hij hoopt dat zulke incidenten zich in de toekomst niet meer zullen voordoen. Hij begrijpt best dat dit voor de nodige irritatie bij het publiek heeft gezorgd. Vooral als ze hun bescheiden dringend nodig hebben.